Geert Spieker stopt tijdelijk met zijn raadswerk voor de Stadspartij. Dat maakte hij gisteravond bekend tijdens de raadsvergadering. Spieker vindt dat de collegepartijen te veel samenspannen. Zo zegt hij dat de voorstellen die niet door de collegepartijen zijn ingediend met een pennenstreep van tafel worden geveegd. Hiermee doelt hij op de voorstellen over het Poelenplein, het Stadstrand en de kabelbaan. Als je kijkt de laatste tijd alle voorstellen die ik heb ingediend, of ze gaan op een hele rare manier door dat de burgemeester moet ingrijpen. Maar meestal hoor ik van tevoren al dat de uitslag al bekend is. Nou, dus het gaat niet meer om argumenten, het gaat niet meer om inhoud. Dus gewoon van we steunen hem niet en zoek hem maar uit. Spieker is gefrustreerd en heeft voor zichzelf een tijdelijke stop ingelast om na te denken. Mogelijk stopt hij zelfs met zijn raadswerk. Ik wil gewoon goed nadenken en ook kijken naar alle combinaties. Ik werk ook nog als jongerenwerker in Pekela. Ik heb natuurlijk ook een gezin. En ik werk 30 uur daar overheen nog in de politiek. Nou, ik vraag me af of al die tijd en energie nog wel oplevert. En of ik op die manier dan nog wel zin in heb. Dus op politiek gebied gaat u voorlopig helemaal niks meer doen? Nee. Ik wacht echt letterlijk. Ik ben gisteren echt gewoon uit de raad uitgelopen naar ik bekend gemaakt. En ik ben op het terrasje mijn hapje gaan eten. En voor mij is het. Ik denk erover na en ik kom na de zomerreces kom ik terug met een reactie wat ik ga doen.